Ik had geen marmade. Dus ik bel naar Theo. Toen begon hij gelijk te schelden. Oh. Hij is op die deur gaan bonken. Toen heb ik de rolluiken uit voorzorg dicht gedaan. Toen is hij buiten omgelopen. Heeft hij op de rolluiken staan bonken. Ik heb de volgende dag mijn broer gebeld. En toen heb ik die deur gebarricadeerd. Puur uit angst. Angst. Waar zeur je dan nu over, Ruud? Dat heeft toch totaal geen enkele zin? Jij liegt als de pis, man. Dat zeg jij. Ik ben er klaar mee met de buurman. Ik zei, wat is hier de bedoeling van? Dat wordt ook wel duidelijk, hè? Je kunt van alles over mij vertellen. Maar ik heb wel fatsoen in mijn kont. Henny en Louise huren nu al 17 jaar een piepklein gedeelte van de boerderij van Theo Schepper. Al vrij snel gaat het mis en is het één en al ellende tussen de twee partijen. Vernielingen, mishandelingen, dreigementen en zelfs schieten met een luchtbuks is dagelijkse kost. En toch zeggen Henny en Louise een paradijsje op aarde te hebben gevonden waar ze met geen mogelijkheid meer weg willen. Maar meneer Schepper ziet ze het liefst per direct vertrekken. Ik wil de ophuurders weg hebben, omdat er geen begin of einde aan die zaak komt. En dat kan zo niet. Ik denk dat ik de jaren wel tellen kan. Want met mijn gezondheid kan ik zelf voelen dat ik meer pijn krijg en meer stress krijg en hier al achteruit gaat. Nu is het zo geëscaleerd van, hoe zeg ik maar zo, stappen er nu in voor de paar jaar dat ik nog leven heb. Het is op een of andere manier, of de huur is niet goed hoog, dan moeten ze naar de huurcommissie, alles is kapot. Dit is een lekkage wat volgens ons van het dak komt. En dat is hier beneden te zien. Die hele muur is vochtig, schimmelplekken. Als er nu wat kapot is, dan kunnen ze A, ze hebben een telefoon, B, ze hebben schrijfpapier. Iedere keer als we ook maar een klacht hebben, komt het er ambulant van. Of hij begint te schelden dat we niet moeten zeuren. Altijd wat. Als diabetes patiënt moet je rustig blijven en niet kwaad worden. En dat is nog net de bedoeling van hun om in opstand te jagen. Ja, hier hangt het beruchte zeiltje. Waar Schepper boos over is en hij loopt daar in de tuin. Het heeft een open en bloot uitzicht op ons terras. Nu hebben ze daar zeker een groot gedein voor gemaakt. Van, oh, dan heb ik een privacy, dit, ik heb privacy, dat. Vanuit de tuin heeft Theo zonder dat doekje vrij zicht op ons, als we hier zitten. En dat willen we gewoon niet. Meneer liep daar weer te loeren. En toen heb ik gezegd, Theo, je verhuurt dit aan ons, dan hoor je hier weg te blijven. Nou, hij wilde niet weggaan, toen heb ik de politie gebeld. En die is gekomen en die hebben gezegd, Schepper, verhuur je die woning met tuin aan mevrouw Hoijman? Ja, heeft hij gezegd. Dan heeft de politie gezegd, dan heb je hier niks te zoeken, wegwezen. En toen is het begonnen. Vanaf die tijd is het ellende met hem. Hij loopt hier 's avonds. Meestal als het gaat schemeren, dan gaat hij hier heen en weer lopen. Ook hiernaast voor het camera. En vaak dagelijks met de ragebol. Ik word bij Denburn en ik word de spinnenweg halen. Ik word eens een keer de tuin schoffelen. De boel opruimen. Hij probeert gewoon naar binnen te gluren. Ik ga dan wel eens kijken van. En dan staat hij ook echt zo voor het raam van. Om proberen naar binnen te kijken. Het is dreigen, chanteren. Dwingen. Laten zien dat hij macht heeft. Ik voel me onveilig en daar heb ik de camera's aangeschaft. Dan kan ik minder in de nacht zien wat er om het huis heen loopt en wat er gebeurt. Dan hou ik de boel in de gaten. Gewoon achter kan je zien wat er op de weg heen gaat en wat er dan wat er om het huis heen loopt. Ik wil ze weg hebben omdat de huurders in drugs hangen. Ik lig in bed en dan geeft de bel. Ja, dan komen ze eraan. Met de kont vol drank en de kont vol drugs. Meneer, mag ik 2 gram kopen? Hij heeft daar 3 plankjes zien staan. Of 2. Ik weet niet meer, 2012 was. Mag ik 5 gram kopen? Kan ik 1 kilootje kopen of 2 kilo's? Wij verkonden dat ze af en aan rijden, 's avonds, om drugs te halen. Af en aan. Ja, hij is gek. Hij had ons van de stroom afgesloten. Henny heeft hem gebeld. Henny zegt, we komen wel even naar je toe. Met de bedoeling van...
We praten wel even met hem en dan zet hij het er wel weer op. Hij zei, ik kom eraan. En mijn zee was er al. En zo was het wel. En dat ik een buksje heb, maar ik wist niet dat er een kogel op zat. Dat wist ik niet meer. Theo die schiet met een luchtbus op mij. En ik ben weggedoken en dat schamschot dat heeft me hier op de rechter schouder geraakt. Hé, dan gaan ze me niet meer krijgen, bader. En daar wil ik voorkomen. Of mag ik me van mijn eigen woorden niet meer verdedigen? Nou, kijk, hier staat een knuppeltje. Ik zal hem even laten zien. Het is gewoon een tak van de hazelaar die ik zelf uit de boom gesneden heb. Die staat hier voor het geval dat Theo onverwacht binnenkomt lopen, dat ik me kan verdedigen. Dan heb ik er nog eentje in de keuken staan, die ik ook zo kan pakken, voor het geval het nodig is. Wij hebben het gewoon zo van, dit is ons huisje, ons stekkie, daar houden we van, daar zijn we gek op. We zitten iedere avond buiten als het eventjes kan, van ik laat me niet chanteren en gek maken door de huurbaas. Reddende rechter, mijn eis is dat de huurders zo snel mogelijk weggaan en een einde komt aan het huurcontract. Rijdende rechter, onze eis is dat de huurbaas zich gedraagt als een goed huurbaas en ons met rust laat. Ja, welkom in de studio. U vindt het een paradijsje op aarde. Klopt. Snapt u dat ik dat moeilijk vind om te begrijpen? Dat vinden heel veel mensen. Ja, ik denk dat u dat wel vaker hoort. Ja, maar wij hebben ons daar overheen gezet en we genieten op die plek. Maar u heeft zich daar overheen gezet. Het lijkt mij, ja, sorry dat ik het zeg, het lijkt mij gewoon vreselijk. Hopeloos. Dat is wordt gezegd. Ja, maar u heeft stokken in huis om... Na dat schietincident. Om u te verdedigen. Heb ik maatregelen getroffen, ja. Ja. Maar bent u dan niet bang? Niet meer. Maar u was het wel. Na dat schietincident ben ik een maandje echt... Dat me... Ja. Want waar was u dan bang voor? Dat hij misschien nog een keer ergens om een hoek kwam, maar de politie heeft die buks wel in beslag genomen. Ja. Maar ik denk, voor hetzelfde geld haalt hij een nieuwe. Die luchtbuks. Hoe komt u aan een luchtbuks? Die heb ik al jaar en dag in huis. Maar waarom? Om eens een keer de mussen van het dak te schieten, dat ze me niet op de kop kunnen dritten. Zoals dritten is poepen, denk ik. Ja, in de achterhoek. Mooi achterhoeks plat. Maar die luchtbuks heeft u dus voor de vogels? Die heb ik voor de vogels. Heb ik die gehad. U voelde zich dus zo bedreigd? Ja, ik heb in paniek de buks gegrapt. U heeft in paniek die buks, ja. En geschoten, maar ik wist niet dat er een kogel op zat. Nee. Maar u kunt ook nog echt raak schieten. Want dat is ook, u raakt gewoon wel echt maar gelijk ineens schot. Maar dat moment ook niet bijna, of wel? Als een diabetespatiënt, dan kun je van de ene op de andere seconde kun je kwaad worden, kun je agressief worden. Okay. En gewoon met diabetes te maken. Ja, ja, want is dat nu ook een beetje dat u het gevoel heeft dat u misschien heel boos reageert? Hè, dat daar ik kan heel boos worden. Ja, nou, dat geloof ik, dat geloof ik zeker, ja. Kan er wel eens dingen gebeuren bij het later acht zegt, ja, dat had ik niet moeten doen of niet moeten zeggen, dan weet ik het heeft wat. U daar misschien al spijt van ook, van die luchtbuks? Achteraf wel. Ja, want stel nu dat u haar geraakt had in het gezicht. Nee, maar dat was ook niet de bedoeling om haar te raken. Nee. Maar wel even bang te maken, ja, met andere woorden. Meneer zei, ik kom eraan. Nee, mevrouwtje was er al. En dat voelde heel dreigend voor u. Want hoe was dat voor u? Want u vertelt het eigenlijk een beetje heel zakelijk. Ik ben me doodgeschrokken. Dat kan me voorstellen. We waren voor de zoveelste keer afgesloten van de stroom. Ja. En dan bel je. En dan begint de eerste schelden en te tieren. Ik zeg, nou, dan komen we er nu even aan. Maar met een dreigende toon van, dan zal ik u een paar klappen geven? Nee, absoluut niet. Nee, dat doe je niet. Nee. Je moet overal worden in staat. U zegt, ik heb heel veel last van mensen die wiet drugs komen kopen. 'S Morgens om 6 uur kan ik het bed uit. Meneer, mag ik een beetje wiet en drugs kopen? Ik zeg, ik weet nergens van me. Klopt dat er dus mensen 's nachts aanbellen en zeggen, ik wil graag wiet kopen? Waar? Een kwart over twee nog 's nachts. Waar? Een kwart over twee nog 's nachts. Nee. Dat klopt niet. Een kwart over twee. Tijdens mijn behandeling heeft mijn oncoloog hier van alles geprobeerd om die zenuwpijn onderin mijn voeten en benen te verminderen. U had kanker? Ja. Een aantal medicijnen hebben we daarop geprobeerd. En niets helpt. En toen heb ik een keer een jointje gekocht bij de coffeeshop. Ja. En twee trekjes en die pijn was weg. Wauw. Dat moet heel fijn zijn geweest. Mm-hmm. Dus ik denk, zo'n plantje moet ik zelf hebben. Ja. Nou. En toen in 2012 had ik er dus drie. Mm-hmm. En die heeft de wijkagent
netjes weggehaald. Ik heb hem gevraagd of hij een schouderklopje wou, of een medaille, of... Je linkerbas, dus tegen de vijf. Maar dat is de reden waarom u wiet plant heeft. Het. Ja. Ja. Maar dan ga ik toch nog weer even naar het beginvraag. Waarom is het nou zo fijn om hier te blijven wonen? Want meneer wil u heel graag weg hebben. Ja. Dan zijn alle problemen in de kuil opgelost. Zijn ze opgelost. En... Maar als Theo zich rustig houdt, zijn er geen problemen. En dat houdt voor mij in dat u uit onze tuin blijft. Dat hij ten alle tijde zorgt dat er gas, water en licht is. Ja. Stroom dus. En dat hij gewoon niet s'nachts belt van... Oh, ik heb een drugsdealer aan de deur staan. Ja. Ja. En de gebreken in huis. Dat zijn er ook en nog het vochtprobleem. Oh, luister maar, komen. En die gebreken, wat zijn dat? Kunt u ze noemen? Lekkages. Bij de afzuigkap. In de slaapkamer de dakgoot. Bij de schoorsteen lekt het boven op dak. En dat zou ik graag oplossen. Goed. Ja, en om al die gebreken in de huurwoning te kunnen beoordelen... heeft meester Wiet brandweerman Cor en bouwportoloog Van den Berg ingeschakeld. Kippen. Hallo. Kokenwaaier. Brandweerman Cor. Brandweerman Cor. Meneer Van den Berg. Dag. Meneer Bekend. Henk Boonkamp. Hallo, John Reed. Louis Zoijman. De keuken. We zijn hier nu voor een lekkage en ik weet niet waar het zit. Wijst u maar aan. Als u zich omdraait, dan ziet u boven de afzuigkap... Dat is een gat. Dat is een gat van de lekkage. Komt het daar ook echt naar beneden als het regent? Ja, u ziet dat wel. Ik heb een plastic bakje, een oude plastic melkfles. En daar vang ik het water dan in op. En een telefoontje naar de gepleeg had ik pas geweten. Maar dat heb u niet gedaan, daar begin je nu over. Hij over een half jaar, over een jaar eerder moet er zijn en moet er melden. Nou, dan heb ik er misschien wat aan kan doen. U laat eerst de boel op een hoop lopen, tot het verkeerd gaat. En als er hoge kopstukken hier zijn, dan begin je ook te nul. Hij heeft een jaar eerder moeten doen dat er wat is. Terug naar de rubbels. Waar komt het door? Het dak is verouderd, er liggen wat oude pannetjes op, et cetera. Die zijn niet waterdicht bij storm, regen, et cetera. Dus dan kan er water onder de dakpannen komen. Dat stroomt over het dakbeschot naar beneden. Hier zit een pijpje door het dakbeschot heen, dus daar kan het water wat afstroomt, kan heel makkelijk daar weer naar beneden komen. Dan gaan we nu naar de slaapkamer, want daar is iets met schimmel. Meneer Van den Berg, is dat schimmel wat ik daar boven de plint zie? Over de... Ik wil het daar allemaal zien, het zijn allemaal schimmelvlekken. Is dat een vochtvreter? Ja. Oh, pas op, achter u staat er ook niet. Die staan er heel veel. Ben ik vochtvreters aan het omstoten? Ja, ze staan vlakbij. Daar staat er nog een. Oké, dus er is een vochtprobleem. Ja, dat treedt heel veel schimmel op. Het is ook een klimaat, dat voel je hier ook, wat redelijk bedrukkend is. De luchtvochtigheid is gewoon hoog. En daardoor krijg je condens op plekken die koud zijn. Als je bewuster stookt en ventileert, ja, dan kun je dit soort situaties kun je verhelpen. Het is niet een bouwkundig gebrek in die zin. Het is echt een beetje een klimaatprobleem. En nu we het toch over kleine kamertjes hebben. U loopt hier mee omdat de vordering van meneer Schepper is... dat u hier niet zou kunnen blijven wonen... wegens het ontbreken van een voldoende nooduitgang. Ik moet daar zeggen, er zijn al een aantal aandachtspunten. Wat ik constateer is dat alle plafonds zijn van zachtboord. Zeer brandgevaarlijk. Als ik zie dat er een scheiding tussen meneer zijn woning en jullie woning... dat het gescheiden is door gewoon een deurtje... Geen brandweerende scheiding van 30 minuten. Als ik met u meega naar de andere zijde, dat is uw badkamer. Er is ook nog een scheiding in de badkamer, dat is ook een gewone deur. Is dit een deur naar de woning van meneer Schepper? Door de woning, dus bij een brand, dat zou je bij meneer, of aan deze zijde hebben we dus een branddoorslag met de minkse geringse. Kunt u mij vertellen waarom die deur zo zwaar gebarricadeerd is? Ja, toen Henny tijdens de chemo in het ziekenhuis lag... Toen kom ik s'avonds thuis van bezoekuur en ik wilde me gaan douchen en naar bed gaan. En ik had geen warm water. Dus ik bel naar Theo, toen begon hij gelijk te schelden. Oh. Hij is op die deur gaan bonken. Toen heb ik de rolluiken uit voorzorg dicht gedaan. Toen is hij buiten omgelopen, heeft hij op de rolluiken staan bonken. Ik heb de volgende dag mijn broer gebeld en toen heb ik die deur gebarricadeerd. Puur uit... Angst. Angst. Is het zo gegaan? Nee. Nee. Ik heb echt? Helemaal niet de bedoeling om u een of andere manier bang te maken. U hebt altijd de boel die is schoongemaakt met bleekwater en zoutzuur. Echt? Dat ik daar onder de deur de spul heen kwam, dat ik aan die kant nog niet meer kon zijn. Maar niet de kregels met bleekwater en de badkamer met geen water.
Even luisteren. Meneer, u heeft het de hele tijd over zoutzuur en bleekwater. Ja. En ik vraag aan mevrouw waarom ze die deur gebarricadeerd heeft. Nee, ik moet niet alles aan elkaar liggen. Je bent van de eerste leugen nog niet gebarsten. We zijn alweer heel ver afgedreven van de vraag waarom de deur gebarricadeerd is. We gaan nu naar buiten. We gaan nu eromheen even naar de andere kant kijken. Wat is er hier aan de hand? Geen flauw idee, die waren plotsklaps verdwenen. Wat was er plotsklaps verdwenen? Twee rolluiken. Meneer Schepper. Op de eerste plaats. Ik hoor dat er hier zomaar rolluiken zijn verdwenen. Maar goed kijken, dat is later gevoegd als dat. Dat is kort pas gevoegd. Er moest eerst de rolluiken gemaakt worden. Er moest gevoegd worden. Toen zei er één, als ik straks een keer cement heb als ze bij mij komen, dan doen ze dat meteen even bij. Dan wacht ik een tijdje. Maar meneer Boomkamp, ik weet dat we het allemaal gauw. Maar de rolluiken waren helemaal niet stuk. Waarom zijn die rolluiken? Nee, de rolluiken waren ook niet stuk. Maar het water begon erachteraan te zijpelen. En die kit die erboven zat, ja, die werd zo door dat er achteraan kon lopen. Dat kunt u van binnen niet zien, maar ik van buiten wel. Maar waarom meld je dat dan niet gewoon even? Waarom meld ik niet dat er een scheur in zit? Heb ik gezegd, als je wat veranderen wilt, moet je dat melden. Dat is 4x7, dat is zoveel vierkante meter. Het ben een paar schotten hoor, zei mevrouwtje. Ja, dat is toch onze gehuurde tuin? Ik mag daar toch niet inzetten wat ik wil? Zegt u nou, ik heb ze niet gezegd dat ik die rolluiken ging weghalen? Nee. Omdat ze iets over die schuur niet tegen mij hebben gezegd. Juist. Is dat wat u zegt? U zegt A bij over en weer. Zij niks zeggen, ik niks zeggen. En wel bezig. Duidelijk. Dan heb ik hier genoeg gezien en dan zie ik u allemaal graag terug op de hoorzitting. Er zijn even een paar dingen die ik me afvraag. De deur in de badkamer, waarom zit hij daar? Dat is een deur naar zijn woning. Ja. En tijdens het tekenen van het huurcontract hebben we de afspraak gemaakt. Achteraf hadden we dat natuurlijk nooit moeten doen. Als Theo is last had van zijn rug, omdat hij geen bad had, dat hij dan eventueel overdag een keer in het bad kon. Ja. En dat gebeurde dan ook? Dat weet ik niet. Wat was het, heb ik in bad wou? Dan kon ik eerst bad nog schoon gaan maken. Oh. He, die mooie lange haren van mevrouw. Ik vraag me dan af, als u een huurcontract tekent, vindt u dat dan niet vreemd dat dat erin staat? Van de eigenaar wil eigenlijk ook nog wel eens in bad? Eigenlijk wel, maar we hebben er nooit bij stilgestaan. Nee, maar het is ook nooit in, zeg maar, heeft het plaatsgevonden dat meneer in bad zat? Nee, is mij en dat u nooit dan maar in bad wilde douchen en dat de buurman... Nee, hij zat wel eens aan de geijzen dat ik een koude straal water over mijn rug kreeg. Maar we gaan nu weer even verder. De bewoners wordt gevraagd wat zij in deze situatie zouden doen. Weggaan of juist blijven? Nou, ik moet er eigenlijk heel hard om lachen. Als ik hoor wat er allemaal gezegd wordt, dan ja... Ik zal heel eerlijk zijn, als het mijn buurman was, dan had ik hem denk ik al langs pakken genomen. Ik zou zelf niet bij hem intrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Maar ik zou blij wezen als die ooit is verhuisd. Ja, dan hangen we de vlag uit. Ik zou nooit langs Theo willen wonen. Ik persoonlijk was al lang vertrokken. Ja, ik wel, maar hun niet. Ik snap hun kant ook wel weer. Ja, ze wonen er al zo lang. En het is ook wel mooi wonen. Iedereen zegt ook altijd van, goh, waar wonen jullie mooi? Dus ja, ze hebben natuurlijk ook prachtig uitzicht op het weiland. En ja, ze kunnen echt ruim kijken. Dus ja, ik snap wel dat ze nog wonen. Ja, het is, ja, we kennen het eigenlijk niet anders. We zijn er ja, soort van mee opgegroeid. We weten niet anders dan dat er al conflicten zijn. En ook ja, tussen hun en tussen ons ook natuurlijk. Dus ja, we weten eigenlijk niet anders. Nou maakt hij het hier het verhaaltje rond dat hij het wil gaan verkopen. En hij kan het verkopen met impact, met bijbehorende van de huurders. Zo kan hij het ook verkopen. Ik zou ook blijven zitten. Als ik zo hield van dat vrije leven wat hun houden, dan zou ik er ook blijven zitten. Nee, ik niet. Ik had het opgegeven. Ik had me niet in kunnen houden met zo'n buurman. En ik denk dat ik zou hebben gedacht van, nee, ik geef het op. Goed, tijdens de hoorzitting probeert meester Reed erachter te komen hoe het nou precies zit met die drugshandel. Welkom in Wil. Na de orde is de zaak Schepper tegen Boomkamp en Hooyman. U heeft tijdens het locatiebezoek nogal wat te horen gekregen van brandweerman Cor, ja. Waar u zich misschien zorgen over maakt. Is dat zo?
Toen ging er wel een belletje, hoe zeg je dat ook alweer? Een alarmbel ging. Een lampje branden, dat wil ik zeggen. Daar ben ik al blij om, ja. Dat gebeurt dus niet. Ja. Nou, ik ben natuurlijk ook geschrokken. En het is zeer brandgevaarlijk. Dat constateer ik. Dat geef ik alleen als brandpreventieadviseur, geef ik u mee. Mm-hmm. En ik moet dit zeggen, en ik hoop dat daar maatregelen voor genomen worden. Anders, dan denk ik dat u niet alleen een probleem met elkaar, maar ook nog eens een keer dat er eerder eens ongelukken gebeuren. Maar wat daar nog niet is besproken, is uw belangrijkste vordering. U wil ze eruit hebben, hè? En zo snel mogelijk. Kunt u mij vertellen waarom? Moet ik op 6 uur 's morgens opstaan voor die drugs en die wietboeren? Ik weet niet waar die over heeft. Nee, ik ben van de eerste leugen nog niet gebarsten, om het zo maar eens te zeggen. Kijk, in uw verhaal is het een komen en gaan van mensen die wiet willen kopen bij u aan de deur. Daar zit hier om 2:15. Ik zeg, mevrouwtje, er stonden we wat aan de deur. Ja, toen heb je me gebeld. Ja, toen heb ik hem gebeld. Ik heb nog genoeg in huis. Los maar op, hoor. Ik heb genoeg in huis. Theo. Dat is de waarheid en niets anders. Meneer Schepper. Ja. Meneer Schepper. Die jongen aan elkaar liggen. Ik heb nog genoeg in huis. Ja, misschien was het een grap. S'nachts neer. Misschien zei u het. Nee. Ik heb gezegd, dan moet je de politie bellen. En toen heb ik opgehangen. Maar niet, ik heb nog genoeg in huis. Nee, absoluut niet. Ik heb nog niks in huis. Ja. Okay. Ik wil van de wiet weg. U zegt ook dat u bedreigd wordt door hen. De telefoon ging. Een vrouwtje aan de lijn. Ik wil de begrafenis van meneer Schepper wel even regelen. Ja? Wat heb ik dan nog aan de fiets hangen? Dat zou ik maar zeggen. Dat was een leuk stemmetje, mevrouw, hè? Of niet? Ik was aan de lijn en niemand anders. Ik heb je niet gebeld. Ik wil even terug naar waarom uw huurders eruit moeten. Ja. En ik heb nog genoteerd het schieten op de kat. Ja, ik hoorde een schot en een knal. En mauw, toen hoorde ik niks meer. Maar naast morgens kwam de kat aan. Met de gebroken poten. Meneer Riet, ik ben 20 jaar dierenartsassistente geweest. Ja. Dat zegt toch genoeg, of niet? Dat weet ik niet. Dan ga ik toch niet op de kat. Er waren mensen die 100 op kat schieten. Wij hebben niet op de kat geschoten. Nee. Uw meneertje was met de buk aan het oefenen. Oh. Wie? Deze meneer Bonko? Ja, maar meneer Wolters heeft daar zelf gezien dat hun aan het oefenen waren. Heeft u een geweer? Ja, dat heb ik niet. Nee. Nooit gehad. Heeft u wel eens ergens op geschoten? Nee. Iemand hier spreekt niet de waarheid. Ja, dat wordt toch onmiddellijk zo wel aan. Dus dat wordt ook wel duidelijk, hè? Ik wil het over uw klachten hebben. Ja. Laten we het over. Want ik heb hier een lijst van 12 pagina's. 2009 bijvoorbeeld, mei. Politie komt langs. Die zegt, wij proberen Theo te vergiftigen. Augustus. Theo slaat met zijn rode bezem keihard tegen Henny's knie. 2010. Ik ga naar bed en ontdek rond 11:00 ochtends dat alle ruiten uit onze auto's kapot zijn geslagen. Heel vaak luisteren, loeren, schelden. Kom maar, dan jaag ik u een kogel door de pen. Dus is een bedreiging. Die opname heb je gehoord. Ja, die ga ik ook laten horen. Want u heeft met uw telefoon een aantal opnames gemaakt. Ik hoor het, dat is, bent u. En dat is een opname vanuit uw slaapkamer, waarbij uw buurman verhuurder roept, kom maar, dan jaag ik u een kogel door de pens, zien of je dat beter verstaat. Ja. Nou, dan komt hij hoor, 2012. Theo staat op mij te wachten met een geweer en schiet. En dan gaat u naar de politie en die constateren dan in een procesverbaal, wat ik in het dossier tref, een gat in uw trui en een wond op uw schouder. Ja. Uw verhuurder buurman schiet op u. Ja. Laat ik dan maar de vraag stellen die toch zich in mijn visie logischerwijs opdringt. Ik ben bang dat ik weet dat wat je vraagt. En ja, wij blijven daar zitten. Waarom? Dat zal ik je vertellen. Meneer lag 3 weken in het ziekenhuis. Het was net of we op vakantie waren. Wij wonen daar. Bij de nieuwe heup. Zo heerlijk. U woont daar helemaal niet heerlijk. Wel waar, als hij maar wegblijft. Als hij zich rustig houdt. Maar hij woont daar. Ja, en? Ja, u begrijpt mijn verbazing toch wel?
Ik heb 12 pagina's aan incident met de buurman die loopt op uw vrouw te schieten. Ja. En u zegt, ik woon daar heerlijk. Dat kan gewoon niet, dat is toch niet waar? Ja, echt. Wij wonen daar heerlijk. Ja, u zegt het alsof u het meent. Ja, ik meen het ook. Ik kan 's ochtends, ik kan 's ochtends in mijn bikini de tuin of de keuken uitlopen. Voor meneer Schepper loopt u het liefst altijd in bikini. Ja, maar hoe weet hij dat? Omdat hij u beloert. Ja. Ja. En afluistert. En ik mag toch in de bikini in mijn eigen tuin zitten, toch niet? Ja, maar heeft een buurman die de hele tijd u beloert en afluistert. Ja, maar ik heb een parasol zo afgesteld dat hij niet meer op het terras kan. Maar er is ook een wereld waarin je geen parasol hoeft op te stellen. Nee. Om ervoor te zorgen dat de buurman maar niet ik loert. Denk... Is het zo dat het voor u een principe kwestie is geworden? Nee. Dat u zegt, als ik wegga, heeft hij gewonnen. Nee, hij wil ons zo graag weg hebben. Nee, wij willen en dat gewoon. En we doen het niet. Nee, echt niet. Dat is het niet. Nee, absoluut niet. Nee. Wie ben ik om daar dan aan te twijfelen? Ja. Ik heb genoeg gehoord om een beslissing op te baseren. En ik zie u allemaal graag terug in Slot Zeist. Is het bij u in de buurt ook soms net het Wilde Westen? Of heeft u een heel ander probleem? Dat kan natuurlijk ook. Meld u zich dan nu aan, wij kunnen u helpen. U kunt ons bellen of u kunt ons mailen. Maar dan nu, moeten Henny en Louise hun stekje verlaten of niet? En daar weet maar één man het antwoord op. Hier is meester Reed. Uitspraak in de zaak van Schepper tegen Boomkamp. De verhouding tussen u is totaal ontwricht. In 10 jaar tijd is de politie al meer dan 20 keer bij u langs geweest. Er is beschuldigd, gescholden en geschoten. U, meneer Schepper, wil van uw huurders af. Maar u ervaart, naar eigen zeggen, nog volop woongenot. U wilt allebei met rust gelaten worden. Helaas brengt uw huurverhouding noodzakelijk contact mee. En een contactverbod kan ik daarom natuurlijk niet opleggen. Over en weer zijn er beschuldigingen van strafbare feiten. Die ga ik hier niet nog een keer verbieden. Die zijn al strafbaar. Dat moet echt genoeg zijn. Dan de door u gestelde gebreken in de woning. Aan de schimmel hoeft meneer Schepper niks te doen. Het komt door de wijze van bewonen. En u moet meer ventileren en beter verwarmen. Maar de lekkages zijn ontstaan door het binnendringen van regenwater. En deze reparaties komen voor uw rekening, meneer Schepper. En ook moet u de verwijderde rolluiken terugplaatsen. Ze horen gewoon bij wat u aan hen verhuurt. Bovendien mag u nooit meer de elektriciteit afsluiten. Ik ga u dat verbieden op straffen van een dwangsom. En dan de hamvraag. Heeft u recht op beëindiging van de huurovereenkomst? Uw huurders hebben huurbescherming, ze huren zelfstandige woonruimte en ze betalen de huur. Dat kan wel zijn, hoor ik u zeggen, maar ze hebben vreselijke dingen gedaan, waaronder zelfs drugshandel. Meneer Schepper, u heeft daarvoor geen bewijs. Ook zegt u dat zij er helemaal niet mogen wonen omdat er geen nooduitgang is. Wat dat betreft, als een woning gevaarlijk is, dan kan de huurder de overeenkomst ontbinden, niet u. En de conclusie moet zijn dat de huurovereenkomst blijft bestaan. Dit is mijn uitspraak en zo zit het. U mag erop reageren. Opgelucht. U bent opgelucht. Ja. Er moeten dus reparaties gaan plaatsvinden. En dat moet u dus echt gaan doen, meneer Schepper. Kan ik dat met mijn gezondheid nog? U kunt of het ook later doen. Moet ik alle mensen voor inhuren flink betalen? Dat bij jullie moet allemaal betaald worden. Dat interesseren we allemaal geen ene. Wanneer gaat u dit allemaal doen? Of wanneer gaat u dit laten doen? Wij gaan eerst nog eens naar het ziekenhuis. Ik wens u heel veel sterkte met uw ziekte. En ik wens u beiden ook, ik durf het bijna niet te zeggen, maar rust toe daar in Wil. Dank je wel. Ja, en dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Dag.